vandaag bij een nieuwe review hier op de Petterka. We zijn vandaag in Woerden, de najaarskermis. Ja, iets met koeienmarkt of zo. Allemaal koeien. Nou, dat kan Vincent er ook graag wezen. Ja, we zijn hier bij de Koningskermis ook geweest. En nu zijn we hier bij de najaarskermis, de koeienmarkt. En we gaan beginnen met de review. En gelijk zien wat hier allemaal staat. Let's go, baby! Let's go, baby! Als we nou eens opnieuw weer net als in Rotterdam, Crazy Circus van Spelbrink, mensen. Oh my God, te gek, echt wel heftig hoor. Blijft een mooi ding en kijk die drukte hier, man, niet normaal. Voor 3 euro kan je een rondje doen trouwens. Oh, lekker beuken, baby. In de New Generation, oh yeah, de oude scooter hier. En hier de Mondial Furioso. De No Limit, kwamen we ook een shit daar tegen. Zo, hij gooit hem wel heel snel eraf al. Super druk heeft hij hier, dus dat zei ik nog, ja, veel kermis staat er niet aan. Maar hier wel in Woerden hoor, hij heeft het echt super druk en dat zien we natuurlijk graag. Hij is ongeveer 30 meter hoog. En is dus gebouwd bij Mondial in Heerenveen. In Nederland dus mensen, Nederlandse makelarij. Hij heeft 2 transporten. Ritprijs mensen 5 euro voor 1,5 minuut. Kom op, als je F6. Hier de swingmob van Mobro mensen, zeg maar bij Sobema is een snelheidsmolen die altijd goede shows heeft. En ik vind het persoonlijk ook de beste van Nederland qua snelheidsmolens. Hij moet nu nog even vol gas komen en dan ja, is hij zo meteen snijter snel mensen. En het is natuurlijk een leuke swingende gondels, maar ja, dat doet de naam natuurlijk ook al vermoeden. Swingmob! En ik hoop dat alles verstaanbaar is, want er is weer veel wind hier op de kermis in Woerden. Hier mensen, de Madmail van de Vries. Nou ja, die zult wel koud hebben. Alhoewel, het is toch lekker weer vandaag. Lekker springen, lekker op en neer, baby. Ja, ik vind het een leuke zaak, is gebaseerd op Wipeout. Dit jaar nieuw op de NL-skermis. En slaat verrassend goed aan. Wat heb ik van tevoren niet gedacht. Maar ja, ik vind het een gave attractie. Ik heb het gedaan in Best. Kan je in de vlog deel 1, dacht ik. Nee, deel 2. Van de meeting in West, mensen. Ja, leuk ding. Echt lekker springen, lekker op en neer. Als je het groen aan raakt, ben je af, mensen. Maar eerst doet hij een oefen onder, dat is hij nu aan het doen. En hij kan ook met die met de knuppel, zeg maar, met het ronddraaiende ding, kan hij ook harder draaien. Ja, en dat kan ik ook s'avonds, mensen. Slecht vooraf. Doei! We gaan naar de volgende attractie. Oh, ik heb zin in een beetje party, mensen. Want hier hebben we de partypoliep. En je hebt Spiderpoliep, gebouwd bij Bakker. Ja, en als hij het warm heeft, dan is het natuurlijk de warme Bakker met 30 graden natuurlijk. En dat snap je natuurlijk wel. En hij is van de Voer. Ja, lekker man, lekker Voer. Hij draait niet echt super hard, vind ik deze. Hij heeft wel eens hard gedraaid, heb ik het idee. Maar voor de rest, leuke poliep. En ja, ja, ze hebben hier ook Firefun, baby. Ja, daar houden we natuurlijk zeker van, hè. Als WIP de Street Dance van Burger. Beste WIP van Nederland, mijn mening. Met name de show is hier geweldig, mensen. Hij is gebouwd bij Coolmax Plus. Ja, dit is een geweldige zak. De operating view zien, dan kan je zien hoe de attractie bestuurd wordt. Kan je zien bij mijn kanaal. Heb ik gemaakt in de Goes, mensen. Ja, geweldige attractie. Ziet er goed uit. Vette show. En zit ook vol hier. Nou, wat wil je nog meer, hè? Street
Street dance. Maak een rit in deze waanzinnige attractie en koop nu je tickets aan de kassa. Zo jongelui, helemaal los! Oh, en dan ben je in één keer in New York en mensen, dan breek jij ze dit van Martin Meijer. Mooie breakdance, gebouw bij Hus, type nummer 3 breakdance. En hij draait niet voluit, laat ik dat zeggen. Dus ik vind hem niet echt heel goed nu. Misschien is later vandaag beter, dat ga ik nog even doen. Maar op dit moment is het gewoon, nee. Nu vol gas, shows zijn wel leuk. Alleen wel kopieershows. Maar ja, dat is ieder zijn eigen keus. Nee, ik vind hem niet top nu. Normaal gesproken vind ik hem wel goed, deze breakdance, maar ja, nu niet. Deze breakdance kom je ook niet heel vaak tegen. Hij heeft heel veel kermis dit jaar heeft hij overgeslagen. Slechts 2 grote kermis waar mogen heeft hij gedaan. Dat is Tilburg en Purmerend en de rest heeft hij een heleboel heeft hij helaas kwijtgeraakt. Want ik zie deze breakdance wel heel graag. Ik vind wel een goede breakdance. Ja, op dit moment vind ik hem dan traag en niet zo heel goed. Korte rit ook, maar normaal gesproken ja, vind ik dit echt wel een hele goede breakdance, mensen. Mensen, als de kermis in Woerden. Zo, wat is het een compacte kermis zeg. Is dat heel krap opgesteld. Ik vind het persoonlijk wel leuk, alleen nu is het heel druk. Dus vind ik het ja, te krap voor de drukte. In het voorjaar zouden ze dat voor mij wel mogen doen, maar het najaar moet iets ruimer vind ik. Voor de rest leuke kermis, leuk aanbod. Beste show. Street dance. Zonder enige twijfel. Hallo mensen, ja lekker. Ja. Eindcijfer, ja, dat is ook een lastige. Het was goed druk, mensen. Goed druk in deze kermis, echt druk. Ik denk eindcijfer 8,4. Ja, 8,5. Door 8,5. Omdat het toch een van de laatste van het jaar. Kijk voor meer naar het kanaal natuurlijk, als je dat niet gedaan hebt. Kijk ook natuurlijk naar de voorjaarskermisreview. De komische kermisreview van deze schitterende plaats, mag ik wel zeggen. En tot de volgende keer mensen. Doei. Oh ja, abonneer op Ringland op wat was het? Kermis/vuurwerkfreak. Ja. Of net andersom. Nee, dat. Dat mensen. Dus doen. En kijk ook de vlog van deze kermis. Nog niet opgenomen, maar gaan we nu weer verder. Doei mensen. Doei. Doei. Abonneren.